leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Bradley Bravoort en als je dat nog niet weet, dan weet je dat nu. Hallo, hoe is het ermee? Hallo, gezellig. Zoals velen van jullie weten en mensen die mij langer volgen, vind ik het altijd super leuk om naar festivals te gaan. En dit jaar ben ik naar Tomorrowland geweest en dit was echt de meest gave ervaring ooit. Vroeger was ik namelijk echt diehard fan van Tomorrowland. En dit jaar heeft JBL mij naar Tomorrowland gestuurd. Samen met Stefan de Vries. En hebben wij daar een vet leuke tijd meegemaakt. We hebben zoveel artiesten gezien. En dat heb ik gefilmd. En daar gaan jullie nu naar kijken. Dus veel kijkplezier. Dit is alleen nog maar de ingang van het festival, hè? Dit is alleen nog maar de ingang. Ik ben echt zo excited. Dit is gewoon een leren bandje. In plaats van dat je zo'n papieren kekkending krijgt, krijg je nu gewoon echt een fancy high class bandje. What the fuck, ik vind het zo bizar dat ik dit niet in mijn handen heb ook gewoon. Het is echt gek. Echt met controle van niks. Ik dacht het is super erg controle, maar het valt echt super erg mee. We moesten wel door zo'n scan waar ze een soort van wapens gingen checken, maar voor de rest hebben ze echt totaal niet gecontroleerd. Het is echt alsof je een of ander Fantasialand of zo loopt. Ik ben alleen maar positief aan het zijn, maar van oh my god, dit is zo cool, oh my god, dit is super cool. Deze stage, oh my god. What the fuck? What the fuck? Dit is echt niet normaal. Dat is gewoon niet normaal. Dat is gewoon echt niet normaal. Ik sta ook gewoon rustig waar alle VIP's zitten en zo. Oh my god. Wat de f**k? Wat ze doen? Ze hebben zich geprobeerd wat te doen. Hebben zo. Zelfs van die automatische water. Kijk eens hier. Hebben Man, we gaan naar boven. Het is ook echt intens warm, niet te doen. Ik wil helemaal broken te eten. Lekker. Ja. Heftig? Het was eigenlijk wel leuk. Ja? Heel erg gezellig en rust. In de ochtend was het echt een broeikasje. Ik zweet, hè? Heel leuk, ja. Want dan schijnt de zon op die tent. En dan lig je in de tent en dan wordt het heel warm. Pittig. Woe! Zo mooi! Dat is echt een hele goede licht, dit. Ze hebben licht een soort bij. Ook heel mooi. En wordt er zo lekker bruin van. Ja. Een kort sound. Maar echt, kijk even het verschil als je dan echt hun met z'n vier en drieën hebt. Dan heb je mij. Onze armen. Super white. Ja, het is wel echt gewoon. Zelfs Stefan mooi. Met zijn witte haar is wel donkerder dan ik ben. Ik ben best wel bruin, hè? No offense. Ik ben voor mij heel bruin. En ik ben echt white as f**k. Het is echt niet te doen. Maar goed, misschien word ik wel een beetje bruin hier. Ik heb geen idee. Maar het is nu ongeveer 4 uur. En het is wel pittig. Pittig intens. Pittig intens. Lekker gaan. Nee. En toch heel rustig was, heb je nu in één keer een drukke mainstage. Echt niet normaal. Oh my god. Het is veel drukker dan vanmiddag. Henny. Yes, mama boots the house down for your nerves work. We're not making. Deze meid is er ook gezellig bij. Laat niet met me. Oké, doeg. Dag, was gezellig. Doei. En Robert is er ook bij. Ik zweet me ook echt de pleuris.
Ik zei dus dat er 14 stages waren. Blijkbaar hebben het dus 17 stages. Dat is het hele land. Mooi, je hebt ook zin in. Toch een beetje vooraan bij de main stage gaan staan. Omdat het toch wel echt een hele ervaring is om dat mee te maken. Maar ja, ik vind wel jammer dat ik dan niet alle DJ's die ik echt heb willen zien, allemaal heb kunnen zien. Maar op zich, I'm fine. Ik heb wel echt een sicke dag gehad. Ik heb nu nog 10:15 en we hebben nu nog 3 uur te gaan om op het hele festival. Mijn kwaliteit is op mijn telefoon. Ik ben ook bij zijn adem ook gewoon. Ik moet ook zo'n tering aan het lopen. Waar is Dua Lipa? Waar is ze? Waar is ze? Het mooiste van allemaal. Het is nu 's avonds natuurlijk en alle stages zijn allemaal verlicht en het is allemaal echt nog meer Efteling dan dat het in het licht is. Het is echt insane hoe mooi het weer is. We gaan nu afsluiten.